Ik heb 2 keer gescoord. We hebben een goede tweede helft gespeeld. Ik ben gewoon blij dat ik belangrijk kan zijn voor het team en voor de jongens. Maar vooral blij dat we gewonnen hebben hier in Venlo. Goede tweede helft was denk ik te mager hoor. Uitstekende tweede helft als team. Je ziet dat we gewoon genoeg kwaliteit hebben in het team en dat iedereen een doelpuntje kan maken. Kleiber zie dat hij een doelpunt kan maken en Sander van der Streek ook natuurlijk. Dus enorm blij met deze overwinning vandaag. Ja. We zagen ook naar jouw doelpunten dat het behoorlijk veel van je afviel, of leek dat zo? Nee, ik was gewoon enorm blij. Ik denk 1-0 achter, 1 schrik de 1-1. Hoop ik natuurlijk dat de spelers vertrouwen weer krijgen. Dat we hier kunnen winnen. En dan krijg je 2-1, gaan we de rust in en schiet ik de 2-2 binnen. En dan zeg ik tegen de jongens, kom op, hey, vertrouwen, we kunnen hier winnen. En dat zie je. En dan spelen we een fantastische tweede helft. Een klap voor eroverheen. Ja. Jullie hadden er zin in, zelfs Kramer nog vlak voor tijd? Ja, zeker. Dat is mooi voor hem natuurlijk. Kramer, goede spits en goede bal weer voor, van Kleiber. Dus gewoon een belangrijke overwinning en ik ben enorm blij. Zo sta je maar zo weer dik vijfde en heb je nog oog op de vierde plek? Ja, dat zeker. Maar ik denk dat we niet te snel vooruit moeten kijken. Gewoon van wedstrijd naar wedstrijd leven en deze flow doorzetten. En dan komen er genoeg mooie maanden aan. Ja. Als je kijkt hoe jullie de tweede helft spelen, ik denk dat je het liefst gelijk tegen ADO zou aantreden. Ja, dat kan je wel zeggen. Maar, ADO natuurlijk begin gewoon weer op nul. Dan moet je gewoon laten zien dat je gewoon een fantastisch team hebt en doelpunt kan maken. En daar gaan we natuurlijk voor. Ja. Afgelopen zondag gaf Urbi zijn shirt weg na de wedstrijd. Vandaag jij. Ik denk dat die materiaal van jullie niet blij zal zijn. Nee, ik denk het niet. Nee. Ja, er zag gewoon een jongen die vroeg mijn shirt en dan geef ik gewoon aan hem. Het is natuurlijk blij. Mooie avond, ook voor die supporters natuurlijk. Helemaal naar Venlo gekomen. Dus we hebben het allemaal gedaan. En gewoon even genieten vanavond van deze overwinning. En dan gewoon gefocust naar de volgende wedstrijd weer.